beste kijkers, welkom bij deze nieuwe aflevering van het Bonaire Journaal. Mijn naam is Charlotte van Erino en in dit journaal brengen wij het nieuws in het Nederlands. In deze aflevering onder andere een reportage over expeditietour. We beginnen onze uitzending dat volgens Arthur Sely moet de overheid structureel fondsen creëren voor sport en agricultuur en opcenten van 15% naar 30%. De overheid, of nee, je mag niet zeggen overheid, bestuurscollege, heeft een voorstel ingediend om opcenten te verhogen van 15% naar 30%. Ik vind het allemaal leuk en aardig, ondanks dat er in de oppositie veel kritiek had op de manier waarop het heeft plaatsgevonden. Maar over politiek ga ik niet. Ik wil wel hebben over wat gaat met dat geld gebeuren. Gaan we op dezelfde oude voet verder met één vereniging of een club komt naar de overheid, naar de gedeputeerde en zegt van ja, ik heb geld nodig, want we gaan naar Venezuela of we gaan naar China of we gaan naar Dubai of we gaan naar Puerto Rico. We hebben geld nodig. Nee, ik denk dat er federaties moeten komen van al die sportbonden op Bonaire. Er moet ook op het gebied van cultuur ook een platform komen. Op het gebied van landbouw moet er een vereniging, we hebben al Criabon. En op het gebied van visserij hebben we ook een organisatie die opkomt voor de belangen van de vissers. Ik heb in de krant gelezen dat de gedeputeerde of het bestuurscollege, er is geen geld voor visserij. Dus ik hou mijn hart vast. Wat gaat er nou met dat geld gebeuren? De gedeputeerde had moeten zeggen, we hebben geld nodig, dit is structuur, we gaan alles op een nette, goede manier organiseren. En we geven echt macht aan die organisatie. Dus ze hebben altijd over empowerment, dus dan moeten ze LVV of de Criabon en de vissers en de sportbonden, die moeten ze dan meer macht hebben. Maar mij is ter oren gekomen dat het bestuurscollege wil dan Skal, LVV en Indibon privatiseren. Dus ik weet niet wat er gaat gebeuren met geld, ik weet niet wat ze gaan doen, maar we hebben een jaar de tijd om alles op een goede spoor te zetten en goed te regelen. Dus ik vraag de overheid om aan tafel te gaan zitten met de bonden, zoals de Sportfederatie, met Criabon, met de vissers en ook met Platform van Cultuur. En dan alles op papier zetten en zo gaan we het doen. Want het moet een keer afgelopen zijn met al die willekeur en politieke patronage. Water- en energiebedrijf Bonaire NV Web heeft ceremonieel de eerste spade in de grond gestoken voor de bouw van een nieuwe ontzettelingsinstallatie samen met de IDE Technologies. From 1963 we have come a long way as an island. So did Web, provider of drinking water and electricity, and more recently in the processing of sewage water. With ups and downs, but surely growing. As an illustration of this growth last year, considering the following. The growth in the demand of drinking water last year was more than 8%. Just at the beginning of this year, we were talking about growth in double digits percentages. The challenges for our island and company were numerous. To cope with enormous growth in demand, I just mentioned, new legislation, local politics, accountability to Dutch ministries, social challenges in our community, many stakeholders with many times differing expectations, tariffs as the talk of the town. As the demand of the island has been increasing over the last 6 years, the need for more production capacity became evident. Exploring all options to increase the production capacity, WEP came to the conclusion, based on a positive business case, that installing WEP's own water production facility to meet the increasing demand was economically more favorable. WEP decided to install a 1,600 cubic meter per day reverse osmosis plant in 2015, which has operated at full satisfaction up to now. Because of the various factors influencing the water supply on the island, amongst which the increasing water demand due to the growing population, WEP decided to make a master plan for drinking water 2017-2030. An important aspect to consider at that moment was the expiring of the BOW contract with a third party in July 2019, last July. WEP has already determined in its strategic plan in 2013
that the water production should be insourced again. This starting point was sustained during the drafting of the Master Plan 2017-2030 by a positive business case. WEP will build and operate its own water production facilities at Hato, at this site. The process of designing and engineering of a new state-of-the-art WEP-owned water production facility at Hato. This process was finalized in the end of 2018, and the tendering process was started early 2019 to acquire contractors to build the water plants. This afternoon, we are here to celebrate an important milestone in this process, the signing of the contract to design and construct the water production facility at the Hato site by IDE Technologies by order of WEP. The beauty of a world-class cooperation is the result of many discussions, a lot of patience, disagreements, but always with a genuine commitment for pursuing solutions. This is how WEP wants to be characterized, a company you can count on, responsible and professional, cooperative and constructive. Symbolically, WEP and IDE together will, after the signing contract, put a shovel in the ground to emphasize this important moment. On this happy occasion, I would also like to highlight our commitment with the Isle of Bonaire to take care of a sustainable, affordable, and reliable drinking water supply, and in that way contribute to Bonaire as a blue destination. We are convinced that together with our contractor IDE Technologies and all others involved in this process, we will bring this important part of the whole water supply chain to a successful conclusion. Finally, I would like to thank everybody which in one way or another has contributed in making this process a success up to this point. I'm convinced that the island of Bonaire can count on your positive contribution in the future to make this project a complete success. Congratulations to everyone, and like our slogan says, let's do it together. Thank you. MCB hield 3 december een jaarlijkse erkenning waarbij er 3 organisaties erkend werden en 1 organisatie een donatie ontving. Ja, dus vanavond, net als wij al jaren doen, hebben wij een paar organisaties in het zonnetje gezet. Deze organisaties worden gekozen door onze collega's. Natuurlijk is het altijd heel moeilijk om organisaties naar voren te brengen, want er zijn zoveel organisaties die heel veel doen en heel veel goed werk doen voor het eiland van Bonaire. En dus onze collega's hebben 3 organisaties gekozen en dat waren Forma, Fondation Rosa di Sharon en Bonaire Karate. Deze 3 organisaties werden gekozen door onze collega's. En dus natuurlijk vanavond in het zonnetje gezet. En daarnaast hebben we ook een donatie gegeven. Dus dit is iets dat wij dus al jaren doen. En ook, wij vinden het heel belangrijk dat wij organisaties toch een donatie en die recognition eigenlijk geven. Zodat ook het volk weet hoeveel zij doen en wat ze voor het eiland betekenen. En een boodschap voor de mensen van Bonaire voor 2020? Well, ja, ik ten eerste prettige kerstdagen. Dat komt heel snel aan. En een voorspoedige jaar 2020. Dus wij hopen ook dat iedereen dus in het nieuwe jaar veel positivisme, een open mind eigenlijk. En kijken wat jij aan de totaliteit van het eiland, wat jij kan doen voor het eiland. En dat betekent ook straks dat wij allemaal samen dus een betere economie. En dat is goed voor ons allemaal.
Ja, sinds 2018 waren we bezig met de wegen, vooral de wegen rondom scholen. En vandaag is het zover dat we binnenkort gaan beginnen. Dus we hopen dat iedereen met heel spanningen verwachten. Want ja, elke dag hoor je dat onze wegen in een slechte staat zijn. Maar vandaag zijn we begonnen, dus van onze kant zijn we heel blij mee om dit vandaag te kunnen starten. En worden alle fases tegelijkertijd gedaan of in welke etappes worden de fases geconcludeerd? Nee, het project zal ongeveer 6 maanden duren. Dus we gaan eerst hier beginnen en daarna gaan we naar Antrial, Paribas en daarna naar Rincón. Hoeveel heeft het project totaal gekost? Ongeveer 3,2 miljoen US dollars. En wat zijn de toekomstige plannen nadat u dit hebt voltooid? Er zijn andere wegen die we ook op oog hebben. Bijvoorbeeld Kaya Nicolas, bij Napa eigenlijk. We hebben ook een gedeelte van Kaya Amsterdam. En ook de bedoeling is dat we ook in de Rincón nog een gedeelte bij kunnen nemen, dat we toch langzaam maar zeker naar goede wegen voor Bonaire gaan. En heeft u ook gebudgeteerd voor de onderhoud van de wegen? Ja, zeker. We hebben ook middelen gereserveerd voor de onderhoudsplan. Wij gaan nu naar de reclame en zijn zo bij je terug. Welkom terug bij het Bonaire Journaal. Afgelopen weekend hield de heer Anderson Chester van Success Factory een informatiedag over Daycoin bij Captain Don's Habitat. We spreken met Anderson Chester die meer vertelt over hoe je geld kan verdienen met cryptocurrency in de toekomst. Well, right now in the world as we see it is moving at a very fast pace with regards to financial technology. And as we speak, because of that, we are enlightening people as to what's happening because a lot of changes taking place right now, especially in the world of money. And people are now choosing smart money, digital currency, cryptocurrency as a form of payment. So in Bonaire, what we are doing is enlightening people. We are educating people as to the benefits of using cryptocurrency, in particular Dogecoin, because what we are doing is giving people the opportunity to see that money can function with regards to a digital perspective, the same way it functions as the paper currency that we have. Because paper currency itself is really something that is, I don't want to use, it's a strong kind of word, but it's dying. More and more people are moving towards a digital currency, as we know, with the banking system in the world right now. Most of the time, you don't see your money. You know, when you get paid, it moves from the bank in digital format into your account. And you go to the ATM machine, you take it out, you know, or you use your credit card. But now payments itself has evolved into a space where we see cryptocurrency, digital money, as being something that in the next 5-10 years is going to become normal. You know, so in Bonaire at this moment, that's what we're actually doing, educating people as to what's happening. As you're mentioning, cryptocurrency is the future. How do you see that working on the island? Because knowing Bonaire is mostly right now, people like to use cash and people will have the understanding, okay, I have this cryptocurrency, but how can I get it to my local bank account? Because people would like to think like that. Yeah, I mean, the thing is with Bonaire is that most people use paper currency right now. But in reality, in Bonaire, because of the ecotourism, we have people from all over the world coming into Bonaire. People who are already in the first world countries who use the digital technology. What we are doing right now is very, very important because we are educating the Bonaire population at this moment. We are educating them because it's inevitable with regards to digital technology. It is something that I believe will take a couple of years for it to segue into mainstream technology. But I was saying to a group of people I was just speaking with, we are actually ahead of time with regards to the information we are giving people. So it is something because it is something that when you see young people using a technology, when you see modernization picking up with money, it's like emails.
Years ago, we sent pen pals with the right letters. Many years ago, to get information, we had to go to an encyclopedia. Now we do it with Google. You know, even if you look at YouTube, long ago, everything you had to wait for MTV or BET or you know, the long ago we had different things. Now you see everything online. The thing is, the technology has changed the way we do everything. And we believe the only, or shall I say, the only major industry that has not been touched seriously yet is the financial industry. So as we speak, it may not be something that they are going to change in overnight, like in a year or two. But we believe over the next 5-10 years, it is going to be normal in Borneo, you know, especially for the younger people who are already into technology like that. We spreken met Anderson Chester over hoe cryptocurrency in het praktijk wordt gebruikt. Good question. The thing is, cryptocurrency functions just like money. In terms of, let's say I'm to leave the US and I go to London. I come out of the US market, excuse me, and I go to London, I would have to use the pound, the British pound, because many people don't take US in London. But if I'm to move from London and I go to Amsterdam, I'm faced with another challenge. The pound is not really something they accept in Amsterdam. So currency functions in a community. And right now what is happening with cryptocurrency, we are getting the opportunity to function in a global platform where there are no borders with regards to cryptocurrency. What people are doing now, they are taking their fiat currency, their present currency, whether it's yen, pound, pesos, or doesn't matter what it is, and they are putting it into the crypto space where it's accepted as a global form of exchange. So let's say I am in Bonaire and I decide to purchase some bitcoins or dog coins. I'm just using a cryptocurrency here. And I go into another country that accepts that as a form of payment, it's normal. I have no foreign exchange to do. I don't lose money in the process, because the challenge with foreign exchange right now in the world is not just a local problem. Is every time I change my currency into another currency, I lose money because I have fees. So if I do that 3-4 times in 4 different countries, like I've done before, traveled to 4 different countries, I always have to be changing my currency in one trip. With cryptocurrency, however, we have the opportunity to use one currency in every part of the world. No, it's not like that yet. We are getting there. But once you buy into a cryptocurrency that's global, you now have the opportunity to use it wherever it is accepted in that community. And at this point in time, we are building global communities. Mr. Anderson, I'd like to give you the opportunity to invite people to where they can find more information about cryptocurrency, and what kind of advice could you give the people who aren't familiar with this system? Okay, well, I think what we are doing right now, we are giving people general information, but I would specifically direct you to dagcoin.org. Dag, D-A-G, coin, C-O-I-N.org. You can go to that website. Read on the website as to that specific cryptocurrency. Of course, online there's a lot of information about cryptocurrency floating around. But more importantly, I think you can connect with our local people in Bonaire, because we have local leaders. We have like Mr. Edger Hart, very interesting, successful businessman on the island. We also have Ms. Zuleika Stacia, I think it is. I can't remember exactly how to pronounce the last name. I'm not too good with the last names. But the reality is you can connect with them on the island. We have a local office here in Bonaire, and you can get the information from them. I think that's how you're going to get the information at this moment. X-Expedition Round the World is 2-jarig wetenschappelijk onderzoekmissie om microplastics in onze oceaan te bestuderen. NOS TV heeft het volgende. Well, we're actually doing a 2-year round the world circumnavigation, doing some solutions focused science into plastic pollution. So we've got various different protocol that we follow on board. We're looking at ocean surface plastics. So we've got a manta trawl that we take through the water, and it has a fine mesh net on the end of it. And we take that through the water for about 1 nautical mile, and then we see what we find. And unfortunately, we're finding lots of these tiny microplastics that are floating on the surface of our ocean. And we can see some right here that we collected on our way around the world. We're also looking at the subsurface. We know that 8 million tons of plastic goes
out into our oceans every year, except we don't know where it goes, and presumably some of it sinks. So we're looking at the upper water columns. We're doing some subsurface sampling to see what we can find just below the surface at about 25 meters. And then when we're close to shore, we're also looking at sediment to see if we can find any evidence of plastics that have sunk right down to the ocean floor. So that ultimately that's where presumably it will end up. And once you collect these samples, you conduct research on the boat as you go. Yeah, we do. So on SV Traveledge, which is our vessel, we have a Perkin Elmer FTIR machine, which we put the plastic through and it identifies the polymer type of the plastic. And that really helps us to pinpoint what plastic it is, obviously, but then what types of products that is predominantly used in. So we can really focus our scientific findings back to the solutions and the source of that plastic and try and look further up the waste stream as to, you know, what plastic is actually making its way out into our oceans and what we can do about it. And then once the journey is completed, what's the next step after that? As I said, we're going all the way around the world. We're taking our time about it. So we're going to be spending 2 years out at sea carrying out this scientific investigation. But as we go, we also have 10 guest crew on board each leg, and we've got 30 legs. So that's 300 women who are going to make it out into the ocean to see the issue firsthand and really become very knowledgeable and hopefully empowered to be able to go back to their own communities and spread the knowledge and the message in whatever sphere of influence they might have to really make a difference. But we're also obviously visiting the nations along the way. So we're talking tonight in Bonaire. We've been out today doing a beach cleanup with one of your local dive schools, looking at what's out in the water and also on the beaches here, so that we can really try to get a much bigger picture of the issue in various places throughout the world. And next stop is Aruba. Personally, I absolutely love it. Being out in the ocean is a really freeing experience, even though you're in quite a confined space. The ocean has many faces, many different lights reflecting off it, marine wildlife, and it really is a really beautiful place, which is why it's such a juxtaposition to see this plastic and different items that we've put there as humans out in our oceans. But it depends, as I said, it depends who you are. So all of our crews are multidisciplinary in nature, which means they don't have to be scientists, they don't have to be sailors. They can be from all walks of life, because there's no silver bullet solution to this issue. It's going to take all of us to start to take action, however big or small, to really make a difference. So we need to look at it from lots of different angles. So that's why we have lots of different kind of careers, lots of different expertise, lots of different experience on board. And because that experience isn't always sailing, some people do really struggle with being out at sea, cut off from mobile phones, there's no Wi-Fi, there's no signal. Plus, you know, you are on a moving vessel having to carry out day-to-day chores. So we clean, we cook, we use the shower. So, you know, it can be quite a challenge at times, particularly in rough seas. But generally the camaraderie on board and the passion for the issue is what kind of gels everyone together and means that actually we have fun at the same time. Expedition! Zaterdag nog 7 december zal de JICN een expo handwerk en kunst organiseren. De expo dit jaar zal plaatsvinden op de nieuwe locatie en het zal een groter evenement zijn dan in de voorgaande jaren. Nou, ik ben Angeline Lecroos, werkzaam bij de JICN. Aanstaande zaterdag, 7 december, van 10 uur tot 3 uur hebben we hier een expo. Daar gaan wij schilderijen, meubels en allerlei handvaardigheid, materialen verkopen die onze gedetineerden hebben gemaakt, onze cliënten. Alles wat we verkopen, gebruiken we het geld weer om nieuwe materialen te kopen. Wij staan hier sowieso van 10 tot 3. En het is onderdeel van onze dagprogramma. Dus alles wat wij hier verkopen, gebruiken we weer om nieuwe materialen te kopen. Het duurste wat we hebben is meubilair. Dat is ongeveer $625. Het is natuurlijk een hele grote meubilair. Mensen moeten echt komen zodat ze het kunnen zien. Wij hebben helaas geen swipe, geen mogelijkheid om te pinnen.
Dus mensen moeten wel met cashgeld komen. Dat is het enige. Ja, ik wil iedereen op Bonaire eigenlijk aanmoedigen om zaterdag aanstaande te komen. Het is heel leuk. Je zal ook kunnen zien wat onze cliënten allemaal maken binnen hun detentie. Dus komen, komen, komen. Wat is het voordeel van zo'n leuke project te doen? Nou ja, het voordeel is sowieso dat de gedetineerde, dus onze cliënt, iets nieuws leert. Of hetgene wat hij al wist voor detentie weet te blijven doen. En dat hij dan na detentie hetgene wat hij dan hier deed kan blijven doen. Of als een bijbaan of als een eigen echte baan. Afgelopen week was de ombudsman weer op Bonaire. De klachten op Bonaire gaan vaak nog over armoede. Caribisch Netwerk. Een week lang voeren de medewerkers van de ombudsman gesprekken met de Bonaireanen tijdens de spreekuren. Klachten waar de mensen mee komen zijn divers. Zo wordt deze meneer zijn vee opgegeten door wilde honden. Hij is al naar de politie geweest, maar hij krijgt geen hulp. De ombudsman is zijn laatste hoop. We houden die beesten. In principe was het als hobby, maar later is het een middel van bestaan geworden. Want anders met wat je binnenkrijgt, haalt hij het niet. Dus we hebben eigen kippen voor eigen consumptie en eieren iedere dag. En we verkopen wat we meer hebben met een paar klanten. Dieren houden voor eigen consumptie, omdat hij anders niet rond kan komen. Daar heeft de ombudsman net een rapport over uitgebracht. Armoede onder ouderen. Toch is armoede niet de voornaamste reden om bij de ombudsman langs te komen. Nee, ik vond wel het zeg maar, verschil in de klachten die we op de spreekuren kregen en de mensen die we hebben geïnterviewd, hè, in het kader van ons onderzoek naar armoede. Dan merk je dat je daar niet iedereen komt met een klacht. En toch zijn ze er wel. Dus, dat we ook de mensen die hier op de spreekuren komen, die hebben echt een klein concreet iets. Of soms is het niet klein, maar wel groot. En de mensen die we in het kader van die wat bredere structurele onderzoek hebben geïnterviewd, daarin hebben we gemerkt, oké, maar er zijn wel dingen en er zijn wel klachten, maar daar komen mensen niet mee, maar die zijn wel belangrijk. De ombudsman komt binnenkort terug om weer een nieuw onderzoek te doen naar armoede. Het is te hopen voor deze meneer dat hij in de tussentijd geholpen kan worden. U keek naar het Bonaire Journaal van deze week. Mijn naam is Charlotte Fornirino. Ik wens u nog een hele fijne avond en graag tot volgende keer.